verwitten gaat eten. Verder voor. Oh, okay. Ze, ja, ze krijgt dat ze geen eten krijgt, krijgt ze verwitten. Wat is dat bedoel? Ja, ik zit te filmen. Oh, fijn. Ja. Dierenactivist. Ik krijg geen eten. Ja. Oh, we gaan zeehondjes vermoorden. Ja. Huppelen. Zwaan op de barbecue. Ja. Een paar ooievaars die hier. Ja. Dat is een goed idee, hè, dat ding. Ja, dat is eigenlijk beter als een goed, hè? Ja. Mooi bootje. Het podium is het. Mooi, hè, ja. Echt fantastisch. Ja, dat is, goed, is ook echt mooi geworden. Ja. Echt wel. Even lachen, El. Word je zelf ook een keer gefilmd? Op je eigen camera. Hey, die tjalk van... Dag, Nicky. Hoi. Oh. Ja, ik was nou, even zeggen, ik ben Monique, ik ben 4 jaar en ik doe Woody Woodpecker naar. Dat is heel raar hoor, dat was nog verder. Ik ben Monique, ik ben 4 jaar en ik doe nieuws en slap lachen. Ja. Nou, maar is lul er vanaf. Kapik. Billie Jean, it's not my love, it's just the girl, I am the one, and the kid is not my son. Oh ja, Bunny. Ja. Maar we maken wel heel veel dingen mee, hè? Ja. New York hebben we meegemaakt. Ja. Maar toen heen er nog een roer aan. Uit Jackson. Ja, nee, maar dat zijn wel dingen die... Pim Fortuyn en Theo van Gogh. En... Ja. En allemaal om... En dingen in wat in Apeldoorn was gebeurd. Dat aanslag op de koning. Ja. En een jongen die in de... vermoord was in de... In een container. Dat is geen wereld. Ja, maar het zegt wel iets over de stommiteit van de maatschappij en hoe de maatschappij in elkaar zit. Nou, dit was de politieke uitzending van Nova. We zien jullie volgende week weer. Dag, prettige avond verder. Ja, maar je hebt je titel nog niet laten zien. Nou, even niet zeuren. Dat was na 12 uur. Oh. 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Alsjeblieft, hè? Oh. Dan gaan ze je cabine schieten. Oh ja, maar dat is leuk. Nee, hij komt bij je. Je handen eraf knallen. Nee, jij moet er ook uit. We gaan een zustertape houden. Nee, we hebben al politieke. Zustertape. Ja. Nou, wij zijn drie zusjes. Kan je wel zien aan onze haarkleur? Ja. Onze haarkleur, inderdaad. Van wie ben jij? Nou, ik ben blond, deel LNT. De melkboer? De melkboer, dan... Ja, dat is de schuldige. Nee, niet de melk. De groenteboer. Nee, ik doe het alleen met de slagen. Oké. Kan je het voorstellen? Putman! Islamitische slaag. Van de groenteboer zijn de melkboer. Oh, dat is de schuldige. Ik ben van Putman. Ja. En wij zijn van Plus. Ik heb een Putman. Ja. Kom nu je kind. Met extra L-maals. Een bonuspunten. Dan krijg je er een plakboek bij voor de foto's. Dat is een politiek statement. Wat vinden jullie nou? Oh, wat goed. Ja, die oude was niet zo eng. Ik weet gewoon echt niet hoe ik iemand reageer. Ik weet gewoon niet meer hoe de dag gaat doen. Dit was het grapje van Aya. Zo'n voor mij. Ja. You know it. Ja. Oh ja, hij is van de kaasboer. Ja. Stinkt hij zo. Nee, hij is van de Aldi. Ja, we moeten wel even een mooi knoopje maken. Dat kan zo niet. Van de Aldi. Goedkoop, maar kwaliteit. Maar wel lekker. Ja. Goedkoop, maar wel lekker. Dat is de mannelijke versie van Gerritsen. Een mannelijke Gerritsen? Ja. Oeh. Ja, dat kunnen we halen. Ja, laat even je trui zien, je wollen trui. Woe! Ja. Dat is nou de oerwoud. En de achterkant. Daar wordt los opgenomen. Ja, alleen jij moet even... niet meer gekapt. Alleen jij moet even je konijnenstaartje laten zien. Ja, nee. Dat is heel mooi. Flauw. Dat is zo cool. Ik heb het niet, dus ja. Ik wel, maar... Ik wil wel wat haren plakken, hoor. Ja, dat kan. Ik zie een voor mijzelf. Ja, dat mag jij.
aantoonde. Maar mag ik even? Ja. Jij moet er ook op. Oh, ik moet er ook op. Ik moet er ook op. En ja, ik ben vandaag aan het filmen. En nog weinig succes gehad met naakt. Dus ja, dan moeten we even kijken of er nog wat van... Maar Jelle, die gaat zo naakt zwemmen. Dus dan heeft Niels ook weer zijn fun. Oh, skinny dipping. Even zijn slurfje. Moeder is ook weer trots op je. Ja. Nou, dames en heren, dat is dus Niels. Dag jongens en meisjes. Ah, je bent helemaal niet aan het opnemen. Wel waar. Ja, jongens en meisjes. Oh, een beetje vies hoor, Niels. Doe mij eens op, daar is de luilen. Ik moet zeggen bij mijn werk. Wat moet zeggen? Goeiedag mevrouw. Sorry dat ik u stoor. Oh ja, Marlijn heeft ook je werk hoor. Goeiedag mevrouw. Sorry dat ik u stoor. Maar niet uit. Ik ben hier namens de stichting Kinderleukemie Nederland. Dat is een stichting die activiteiten verzorgt voor kinderen met leukemie die nou in het ziekenhuis liggen. Dat doen wij door activiteiten te verzorgen voor kinderen met leukemie die nou in het ziekenhuis liggen. Dat doen wij door pakketjes te verkopen met 5 van deze antwoordkaarten. En mijn vraag is of je ons wil steunen door zo'n pakketje te kopen. En dan moet jij vragen hoeveel dat kost. Dat kost €6,95. Het is eenmalig. Je kunt nergens aan vast. Per paar. Je krijgt een pakketje. Wat is het? Een paar! Ze zit te interviewen, maar ze gaat elke keer naar het bos toe en dan weer op. Een paar! Oh, je hoeft alleen. Oh, echt waar. Echt een loeder. Ze van jou staan er ook op hoor, mam. Ja. Die van mij. Dat is echt iets duurder. Kun je dit ook zo aftrekken? Zo, El! Je hebt de spieren zitten. Hoe? Reet toch? Ja, maar bij mij zie je dat niet. Ik kan maar niet hoor. Ik ook niet. Zo, je dingen achter.